In deze video leer je hoe je regelmatige Duitse werkwoorden vervoegt. Om een werkwoord te vervoegen is het belangrijk dat je de persoonlijke voornaamwoorden kent. Die klinken in het Duits zo: ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie en zie met een hoofdletter. Als je die niet meteen kunt onthouden, geen paniek. Er is ook een oefenvideo waarmee je alles kunt inoefenen tot je het echt kent, zeker de moeite waard. Om een werkwoord te vervoegen, moet je eigenlijk maar één woord onthouden. Feesttenten. Van feesttenten schrap je de eerste twee letters. Dan hou je over estenten. En dat zijn de uitgangen van de regelmatige werkwoorden. Estenten. E-S-T-T-E-N-T-E-N je ziet trouwens een patroon in het aantal letters. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tijd voor een voorbeeld. We nemen het werkwoord spelen. Spelen in het Nederlands. Eerst zoeken we de stam. Dat is gewoon het werkwoord zonder en. Spiel dus. Nu hangen we stenten aan de stam. Bij de ich-vorm komt de e erbij, dus ich spiele. Bij doe st. Du spielst bij t, spielt. Dan via spielen, IA spielt, zie en zie spelen. Als je dus gewoon estenten onthoudt, kun je spelen vervoegen. Ons tweede voorbeeld is reizen. Reizen in het Nederlands. Ook hier nemen we weer de stam. Dat is het werkwoord zonder EN, reis. Daaraan hangen we onze uitgangen estenten. Maar omdat de stam van reizen eindigt op een s, hebben we in de tweede persoon geen s in de uitgang. Dus estenten, maar zonder de s. Deze afwijking heb je bij werkwoorden waarvan de stam eindigt op is, zit, x of estz. Vooraleer we naar een overzicht kijken, nemen we nog ons derde en laatste werkwoord vinden. De stam van vinden is het werkwoord zonder en. Vind. Daaraan hangen we opnieuw estenten. Maar omdat de stam vindt eindigt op een D, moet je nu in elke uitgang sowieso een E hebben. Dus waar nog geen E in de uitgang zit, komt er een bij. Dan krijgen we Ich finde, Du vindest met een extra E. Er zie es findet met een extra E. Dan Via vinden, ihr findet, met een extra E. En tenslotte Sie, Sie. Vinden. Dus werkwoorden met een d of een t in de stam hebben ook stenten als uitgang, maar er moet overal een e staan. Als we nu het overzicht bekijken, zien we dat normale werkwoorden de uitgangen van v stenten krijgen, zonder de f e. In de tweede kolom zien we dat werkwoorden met een stam op s, z, x en z dezelfde uitgang krijgen. Maar dan zonder de S in de tweede persoon. Ten slotte zien we dat werkwoorden met een stam op D of T ook de uitgangen van v krijgen. Maar dat er E's bijkomen waar er nog geen stonden. Als je dit goed wil inoefenen, kun je bovenaan rechts klikken op onze oefenvideo. En vergeet deze video niet te liken als je hem goed vond.